Bas en Anne, Anne Bas, hoe is het met jullie? Supergoed. Goed, ja. Excited. Ja, zijn jullie blij? Want wij spraken elkaar dikke maand geleden in Espresso. Ja. En toen vertelden jullie van de overname van, zeg ik het goed, Flower Yoga? Of moet ik het anders? Flower. Flower, ja. Flower, ja. Precies, ik dacht dat er wat was. Maar nou ja, dat was op zich al een mooi verhaal. Maar, en toen vertelden jullie ook dat jullie zouden gaan verhuizen, op zoek waren naar een onderkomen. En ja, inmiddels is dat zover en jullie gaan bijna beginnen. Vertel eens, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen maand? Ja, we hebben een locatie gevonden en daar zitten we nu. Verbrijstraat 51, vlakbij de Oostkerk. Ja, een oude school is het, hè? Oude school, ja. En het past heel mooi bij onze nieuwe naam. Want ja, we besloten om toch een nieuwe naam te voeren. Een nieuwe naam? Ja, de nieuwe naam is de Zeeuwse Yogaschool. Ja. Dus dat past heel mooi bij de locatie waar we nu zijn. Ja, dat is gewoon een soort verlengstuk. Het is, ik heb eigenlijk nog nooit de geschiedenis van dit pand verdiept, maar ik weet nog dat de gemeente hier ook verkiezingen hield en ja, voor allerlei toepassingen. Ja, het is gewoon een heel mooi plekje in Middelburg en toch best wel centraal, hè? Je bent hier zo. Maar vertel eens over jullie twee, hè? Want je hebt het vorige keer kort gezegd, maar Anne, laat ik even bij jou beginnen. Mm-hmm. Hoe lang ben jij al bezig in de yoga-wereld? Even denken hoor. Een paar jaar. En ik heb hiervoor als freelance docent gewerkt, ook bij Flower. En toen kwam dit verhaal eigenlijk op ons pad. Ja, want kennen jullie elkaar al? Want, jij bent wat korter in, het, in de wereld, of niet? Tenminste, in de yoga-wereld. Ik doe al lang aan yoga. Ik heb veel in het buitenland ook veel met yoga en allerlei dingen met ademwerk en meditatie gedaan. En uiteindelijk sinds een half jaar docent in Middelburg. En ja, maar daarvoor kennen we elkaar eigenlijk niet. Toen hebben we elkaar ontmoet bij Flower Yoga. En ja, eigenlijk onze intuïtie, ons gevoel zei eigenlijk van hé, dat willen wij graag samen doen. Het klikte gewoon. En we hadden ook niet echt dat we echt wel heel goed wisten van wat we aan elkaar hadden of zo. Maar het was meer een gevoel. En dat is tot nu toe heeft dat heel goed uitgepakt. Want ja, samenwerken is gewoon en leuk. En we vullen elkaar goed aan. En we willen gewoon heel erg, en dat is misschien nog het allerbelangrijkste, we willen heel erg dezelfde kant op. We hebben gewoon heel erg hetzelfde idee van wat we hier willen neerzetten. En ja, dus dat gaat gewoon eigenlijk heel goed en daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Ja, ja, dat is goed om te horen. Maar nu zijn jullie, zijn nog aan het klussen, maar jullie gaan wel bijna open. Net voor de Pasen nog. Morgen. Morgen, ja, dus dat is net voor Pasen. Ja, morgen. En dan zijn de eerste lessen. Morgen hebben we één les, altijd op zaterdagochtend hebben we yin-yoga. En dan normaal gezien op maandag begint dan het reguliere programma. Maar omdat tweede paasdag is, begint op dinsdag, gaan we verder met ons reguliere programma. En dat is eigenlijk van dinsdag tot en met zaterdag elke dag meerdere lessen, meerdere vormen van yoga en meerdere docenten die lesgeven. Ja, dus vanaf zaterdag gaan we... Gaat het beginnen, ja. Gaat het echt beginnen, ja. En ik zag, want ik kom hier binnen, het is best een groot gebouw. Jullie hebben niet het hele stuk hier zo, maar behalve de ruimte waar we nu in zitten, ik zal straks nog wat beelden maken, is er daar ook nog een ruimte? Ja. En dat is dan specifiek voor workshops, of waar gebruik je dit dan voor? Ja, klopt. Workshops. En dit is meer de leszaal, zeg maar. Ja, we bijvoorbeeld in mei hebben we best wel uitgebreid programma aan workshops, dus extra activiteit. En dat staat in het allemaal... Een uitgebreid online. Ja, en dat gaat van bewustzijn tot ademwerk, tot nou echt van alles. Ja, nou, dus ja, niet precies, alleen dus. Yoga gerelateerd, maar ook meer levensstijl. Ja, dat zeiden jullie vorige keer ook, hè? Dat jullie, ja. Jullie nemen natuurlijk een soort legend over, maar jullie behouden het goede, maar jullie gaan ook zeker jullie eigen ding doen. En, ja. Met nieuwe energie, de energie benutten die er is of zo, zoiets. Ja, aan ideeën en inspiratie geen gebrek. Nee. Maar eerst maar eens beginnen. Precies, ja. En ik zag dat jullie ook op sociale media actief zijn, dus jullie gaan ongetwijfeld ook alle ontwikkelingen die er steeds zijn delen met de wereld, toch? Ja. Zeker. Zijn er nog andere dingen die jullie graag kwijt willen aan Middelburgers? Of, nou, dat is misschien wel leuk voor de... En ja, die gaan dat nu misschien niet verstaan omdat het in Nederlands is, maar we gaan ook op donderdag gaan we lessen in het Engels doen. Okay. Dus een yin-yoga les, dus wat ontspannende les en een actievere les. Flow-yoga en beide zullen in het Engels zijn. Dus donderdagavond is ook gewoon voor mensen die Nederlandstalig zijn. Het is vrij makkelijk te volgen, maar het is echt bedoeld ook voor om ook de internationale gemeenschap met studenten, met experts. So all your people from the UCR, be welcome. Ja, from the University of Applied Sciences. Yes.
Dus we vinden het heel belangrijk om. We think it's very important also to serve them. Dat is dan toch jouw internationale ervaringen die je krijgt. Dan wens ik jullie heel veel succes hier zo. Heel veel plezier ook vooral. En ik ben nog nooit verleid tot een lesje yoga, maar wie weet kom ik eens een keer. Met mijn ademhaling, daar kan ik wel eens wat mee gaan doen. Zeker, leuk. Hey, dank jullie wel.